Goedenavond, dames en heren. Allemaal hartelijk welkom bij Perseconde Wijze. De Anne Frank, de schrijfster van het Achterhuis. Dus de complete Nederlandse geschiedenis in anderhalf uur. Een cabaretversie van de Nederlandse kanon. Nou, de schrijfster van het Achterhuis. Ja, ik hield in de tijd een dagboekje bij. Maar ik heb nooit iets gezien van wat voor royalties dan ook. Toen het een hype werd, zeg maar, heeft papa besloten om alles voor zichzelf te houden. Echt een jodenstreek. Nou, en daarna heb ik besloten om er niks meer mee te maken te hebben. Ik heb me alleen nog maar met mijn eigen bezig gehouden. En dat doen we in de vorm van een spelletjeshow, want dat vinden we Nederlanders denk ik toch het leukste. Een spelletje. We hebben inmiddels ook van onze politiek een spelletje gemaakt. Dus we dachten, daar sluiten we bij aan. Nou, het is maar goed hoor, dat hij niet meer heeft hoeven meemaken hoe dit land naar zijn galamiezen gaat. Het lijkt wel een ghetto waar ik woon. U heeft klachten over uw wijk? Nou, vroeger was het er een nette buurt, maar de tuig heeft godverdomme alles verkankerd. Je breekt je nek over de buigen schoen in het trapportaal. Want stel je eens voor hè, dat je ze een keer extra moet zuigen. Nou, buiten trappen ze rotzooi en terroriseren ze de hele boel. Ik zeg, de vervuiler betaalt. Hoogste tijd voor een straatterroristentax. Voor mijn part zetten we ze allemaal op een trein. Enkele reis woestijnstad. Enige tijd geleden speelde hier de kwestie van de kastanjeboom. Hoe staat u daarin? Naar het Anne Frankhuis? Ja hoor, één keer. Maar toen moest ik in een rij staan met allemaal buitenlanders. Nou, ik voelde me helemaal niet op mijn gemak. Ben gelijk weer naar huis gegaan. De Anne Frank Stichting strijdt nu al jaren in uw naam tegen opkomend racisme, xenofobie, vreemdelingenhaat. Wat vindt u daarvan? Ik vind het linkse designbrillen dragende intellectuelen met een hobby. Die hoeven niet tussen dit geteisem te wonen. Nou, laten we nu maar gaan spelen, want ik krijg een droge bek van al het geouwe hoor. Daar! Is het zat? Ontkiet, daar is de bol ontsloten. De tulpen klopt, de bomen en de dijken. Vrijzinnig, tolerant. En niet gauw gek te krijgen. Dat al eeuwen een mysterie is, hoe uw hunebed tot stand konden komen, is het onderwerp van dit onderzoek. Al jaren, maar al op jaren, gaan er geruchten dat er gesjoemeld moet zijn bij de bouw ervan. Wij hebben sterk de indruk dat u en uw volk hulp hebben gehad bij het bouwen van de hunebed. Hulp van buitenaf. Hulp waar later niets van terug te vinden was in de boeken. Boeken? En van boeken is me sowieso niks verkeerd. Meneer Bocard, kregen u en de hunnen hulp? Het is u en de uwen. Pardon? Nou, u zei u en de hunnen, maar het is u en de uwen. Ja, maar het zijn hunnen. Het zijn hunnen, ja. Nou dan. Nou, de uitspraak is niet u en de hunnen, maar u en de uwen. Er worden BN'ers gevraagd om mee te doen. Wat is daar de functie van? Dat hoort in een spelletje. Ik bedoel, de televisie zie je alleen maar BN'ers die bij elkaar in quizzen, fora, noem maar op zitten. En nou, daar sluiten wij bij aan. Dus. En iedere avond hebben wij een speciale prominente Nederlander, waarvan Henk van der Kerk niet de allerminste is. En met deze prominente Nederlanders gaan wij een test doen wat betreft hun kennis van de vaderlandse geschiedenis. Henk, wat is de bedoeling? De mensen boven de 50 jaar, hier in de zaal aanwezig, hebben allemaal geschiedenisonderwijs genoten aan de hand van schoolplaten. Het is de bedoeling, Henk, dat jij de schoolplaten in de juiste chronologische volgorde op deze borden gaat plaatsen. Ik heb hier normanden voor je. Schrijf het. Wat heb je aan? Ik heb alleen niks gehoord. Dat is zo ontzettend leuk.
Je weet zelf wel, ik ben dol op musea en al die dingen eromheen, op cultuurgebied. Als je dat kunt overbrengen aan mensen met een zekere vorm van enthousiasme, is de moeite meer dan waard. Zenuwen en dergelijke, natuurlijk. Je moet altijd een zekere vorm van spanning voelen, hè? Anders gaat het mis als je dat niet hebt. Dus die zekere vorm van spanning heb ik onder het eten mogen proeven bij de deelnemers van het verhaal, de spelers. En ze hebben mij echt volledig ingelicht wat ik moet doen. De vragen zijn gesteld en de antwoorden weet ik allemaal dus niet. Ik weet helemaal niets wat er gebeurt. Gaat dit niet? Henk, kijk goed, Held. Het is moeilijker dan je denkt. Hey. Ja, dit is goed. Dat gaat wel goed. Ja, dat is goed. Ja, dat is prima. Maar je zei net je voor geen idee hier. Ja. Kijk, dit en dit, die moeten verwisseld. Ja. Kijk, ja. Deze moet hier. Ja, nou zie je het. Ja, maar jij oefent, ik niet. Nou zie je het. Nou, wij hebben iedere avond een ander schilderij. Hoe heet deze meneer? Bannico. Nee. Nee. Nee? Dat is die. Dat is die. Au. Mijn lol zit in het feit dat je allebei die dingen zo leuk vindt. Help, help, wie weet hoe deze meneer heet. Het is niet dus bang, hoor. Want dat is niet. Natuurlijk, ik ben van huis uit Nederlandicus, hè. Dus spelen met taal, spelen met woorden, spelen met historische zaken. Dat zijn gewoon prachtige dingen. Hoe heet hij dan? Gaan ze hun. Ja, nee. Ga jij er maar uit. Ja. Zijn met serieuze zaken bezig? En er zit zoveel lol in en zoveel plezier in. En ik hoop vanavond dat de mannen en vrouwen op het toneel dat plezier in historie ook over kunnen brengen. Op hun eigen cabaret manier. Ik zit op islamitische school in Slotervaart. Mijn vader is imam en hij is directeur van onze school. Dit is ons schoollied. Ik heb, dan moet ik bijna een bekentenis gaan doen. Ik heb inderdaad 4 cabarets geschreven, meegeschreven. Ik heb denk ik een keer of 6 op het toneel ook gestaan met cabaret. Maar dat is allemaal inderdaad in het wat kleinere verband. Maar ik heb er altijd ontzettend veel plezier aan gehad. Oh, Wilhelmina, het gaat om punten heen. Karel Doorman ligt voor aanstaande.